hobby's. We gaan nu in deze tijden gewoon naar jullie thuis toe, in de woonkamer, in de living of misschien wel buiten, het is lekker weer. Om even ons lichaam te onderhouden, dat is ook in deze tijden heel belangrijk dat we toch fit blijven. En even onze gedachten gewoon kunnen verzetten. Als je nieuw bent in yoga, ik heb heel veel opties om de les toch op een leuke manier te kunnen volgen en dat het haalbaar is voor iedereen. Als je geen yoga met je hebt, is niet erg. Je kan eventueel handdoekjes klaarleggen, kussentjes om straks te helpen bij de oefeningen, om eventueel de knieën te ondersteunen. Diegenen die wel een yoga met je hebben en eventueel een yoga-blokje, maak het erbij, het kan eventueel van pas komen. Even een muziekje opzetten. De gezelligheid. En dan gaan we rustig beginnen. Rustig starten in child's pose. Dus voor de spanning loslaten uit je lichaam. De schouders rustig zakken. Rustig weer aanzamen. Wat je ogen sluiten en ontspannen. Kom langzaam op. En even de rechterarm onder de linkerarm onderdoor. In de schouder weer. En de tijd komt weer omhoog weer. En die beschermt aan om zoveel mogelijk spanning los te laten uit de schouders, uit je bovenkamer. Thank you.
dan ligt je rechterarm op. En kom langzaam opzij. Je kan niet altijd de vingertoppen op de tenen neerzetten als je extra wil steunen. Kom weer naar de snelle arm in. Rechterhand achter, breng de linker heel naar toe. En als je kan, pak de voet bij de broek. Arm in. En arm uit, ontspan. Kom weer de child's pose. En deze pose mag je elk moment gebruiken. Als je voelt dat je kan verloren, geef daar rust. Kom je deze child's pose. Laat de heupen zakken. Adem in, duw
Plaats de knieën of met gestrekte benen kom terug in samba. Alright. We hebben een paar ademhalingen hier. En gaan ons klaarmaken voor een paar asanas. Een paar houdingen in yoga om onze benen te versterken. Adem in, zet de grond tegen samen, lift je rechterbeen op. Tree leg it up. Blijf krachtig duwen op de beide handen, zodat de schouders mooi naast elkaar doen. Duw de wiegel zo ver als je kunt uit elkaar. Adem in, rechtervoet stap in. En breng jullie tenen naast de vingertop. Lukt dat iedere keer, is geen probleem, pak je hand vast. En stap in. Wimmelak. Lift je bovenlichaam op en gaan de linkerhiel draaien. En zet de hiel kort op je mat of op de vloer. Kijk voor. Adem in, lift op. Arm uit. Nu open de armen. Creëer ruimte. Breng de vingertoppen in elkaar. Adem in. Duw de borstkas op. Op je uitademing. Kom rustig voor. Humble warrior. Oké, deze flow doen we nog eens. Adem niet eens. Strek op. Adem uit. Open. Inademen. Borstkas op. Adem uit. En loop. Zit die borstkam. Duw krachtig op uw beide voeten. En deze power sequence doen we nog één keer. Adem in. Lift op. Adem uit. Open. Adem in. En adem uit. Oké, blijf hier misschien wel uitademen. Duw krachtig op die beide voeten. Adem één keer goed diep in en uit. En dan, plaats uw handen bij uw rechtervoet. Stap in, de linkerknie breng je in. Je kunt je hier door de knie buigen. Of strek je been aan en standing split pose. Hou je focus op één punt. Blijf voeten uitademen. Oké, voor de ervaren yogis onder jullie kunnen we misschien extra uitdagingen gebruiken. Breng je rechterhand naar je hiel. En als het nog comfortabel is, breng je linkerhand naar je rechterhiel. Houd de focus op één punt. Blijf voeten uitademen. Super. Zet de handen in de knieën, breng de voeten samen. En je komt de voorwaartse buigen. Heb je pijn in de rug of hamstrings? Buig iets dieper de knieën. Laat de schouders dus kunnen ontspannen zakken. Je laat je zoveel mogelijk spanning los uit de schouders. Eventueel kan je de handen op de andere nemen. En de schouders iets dieper laten doorbouwen. Rustig uit. Dan, adem in. Zet de handen onder de knieën. Lift je bovenlichaam op en strek je rug helemaal uit. Breng de schouders achter, breng de knieschijven op. Je kijkt voor buik zacht in de knieën, adem in, strek op. Diepe inademing in. Adem uit, buik rustig naar voren. Adem in, doe opnieuw die strekte rug. Nu adem uit, zet je handen plat, buik je knieën. En stap achter in plaats.
Maar beschouw eens mooi welke haar. Duw die hielen uit elkaar. Adem in, linkerknie komt voor. Adem aan, breng je tenen in lijn met de vingertoppen. Help met de linkerhand als dat niet in één keer gaat. Lift je bovenlichaam op, maak je lengte. De rechtervoet draaien. En zet de heel plat op de vloer of op de mat. Kijk voor. Adem in, strek op. Adem uit. Open je ruimte. Open je hart. Handen samen. Adem in. Adem uit. Super. Deze flow voor op je knieën. Adem diep in. Maak je lengte op. En adem uit. Adem in. En adem uit. Duw kracht op de buikte. Voel de power in de benen. En creëer ruimte in je bovenlichaam. We doen de flow nog één keer. Diep inademen naar boven. Open de arm uit. Arm in. En arm uit in de humble warrior. Kom op, duw kracht van die duiven. Voel de power in de benen. Kom op. Laat die beenspieren maar even zwerken. Creëer ruimte in je bovenlichaam. En dan plaats je vingers naast de linkervoet. Stap in de rechterknie, breng je naar je toe. Je kan hier buigen met je bovenbeen. Of strek op in standing split pose. Je moet je optie kiezen. Voel wat comfortabel is voor je lichaam. Blijf goed uitademen. En voor onze diehard yogis, de optie. Linkerhand hier. Eventueel iets uitdagender. De rechterhand erbij. Hou de focus, blijf ademen. Kom op, even volhouden. Breng de handen neer. Breng de voeten naar elkaar. En laat de schouders rustig naar beneden zakken. Deze forward fold. Als je wil, waar de onderarm valt, dan hier nog iets meer spanning kunt loslaten. Uit je bovenlichaam. Rustig naar het laten. Dan adem diep in, handen over de knieën, strek rug. Adem uit, kom rustig voor. Daar zacht in de knieën, kijk voor, adem diep in, strek op. Voel die lengte door je hele lichaam. Adem uit, buik rustig terug naar voren. Knieën mag je altijd buigen als het fijn is voor de rug. Opnieuw, adem in, neem terug. Adem uit, zet de handen plat, buig je knieën en stap in plank. Adem in en op je uitademing rustig naar beneden. Je kan de knieën zetten als je wil. Adem in op. Trek de schouders achter, borstkas op. Open je hart. Arm uit. Down dog. Je kunt even de benen stretchen als je wil. Of die jullie die even nodig hebben om op aan te komen. Kom in child's pose. Dus voel waar je lichaam nood aan doet. Hou de focus bij je ademhaling.
zich in je onderrug hebben, zet de tenen en kom weer in downward facing dog. Dan buig je knieën, stap rechtervoet in, geef je bovenlichaam op, zet de linker voorbij. Paar zakjes in de knieën, kijk voor, adem diep in en strek helemaal op. Breng je handen bij je hart. Super. Je bent al halfweg deze les. Als je even wil ontspannen of iets wil drinken, wij gaan nog even verder met een paar power- en evenwichtsoefeningen, de stations, als je dat even je lichaam wil versterken, mentaal en fysiek. Breng je de handen bij elkaar. Breast pose. Op je inademing, lift je rechter knie op. Op je uitademing, squat in Shiva squat. Je kan de tenen neerzetten voor extra steun als je wil. Adem in, maak je groot. Op je uitademing, buig naar voren, strek je rechterbeen uit. Optie is de armen mee naar achter. Opnieuw, adem in. Adem uit, Shiva squat. Adem in. En arm uit. Warrior 3. Deze doen we nog één keer. Arm in. Krijg hier goed ons evenwicht. De power in de benen. Arm uit. Arm in. En arm uit. Super. Nu arm in. Kom langzaam op. Breng de voeten samen. Arm in, strek de armen op. Op uw uitademing, doe de knieën samen. Zink laag in intense pose. Utkatasana. Focus op één punt. Lift de borstkas op. Extra challenge, lift de hielen op. Yes, alles in de tenen. We sterken hier de onderkant weer de enkels. De bovenbenen. Je probeert op de tenen te blijven, dat is je uitdaging. En kom langzaam op. Adem in. Focus. Blijf rustig uitademen. Blijf die tenen als je kan. Open langzaam de armen. Angel pose. Adem in. Strek op. En adem uit. Kom rustig naar beneden. In de mountain pose. Yes. Oké, doe op de sequence aan de linkerkant. Op je inademing, lift je linker knie op. Maak je groot. Adem uit. Zet de tenen neer als je extra wil steunen. Adem in op. En adem uit. Doe het nog eens. Adem in. Adem uit. Super. Arm in. En arm uit. Laatste keer. Inademen op. Uitademen. Arm in. En arm uit. Super. Kom langzaam op. Breng de voeten samen. Inademen, lift armen op. Uitademen. Super. Voel de power in de benen en overgaan. Ook deze oefening doen we nog één keer. Adem in, lift de hielen op. Kom op. Blijf weer uitademen. De uitdaging, blijf op de tenen. Kom langzaam naar boven. Houden, houden. Adem uit, open langzaam. Hier spannen los met je bovenlichaam. En langzaam naar de hielen te landen. Shake alles uit de schoen los. Gooi al de spanningen uit. Oké, goed gedaan. Kom eens zitten op je matje. En dan gaan we hier een paar stretches doen voor de heupen.
Heel belangrijk, ook nu, dat we niet minder kunnen gaan bewegen, is het belangrijk dat we hier de heupen goed, soepel en los halen. Een paar oefeningen om de heupen open en los te maken. Kruis uw rechtervoet over. Als je comfortabel bent hier, je kan op de bijzonder bordjes blijven zitten, kun je ook je linkervoet inbrengen. Die breng je dan naar je rechterheup. Adem in, goed lengte maken in de rug. En op je uitademing draai je linkerarm over en kijk over de rechter schouder. Hier met de linkerarm duw je actief tegen de rechterknie. Adem diep in, lift op, adem uit en open in de twist naar de andere kant. Deze optie is vooral aantrekkelijker voor de dames die zwanger zijn, die dan een mooi buikje hebben. Die gaan zich beter voelen in deze optie. Ook hier duw met de arm de knie van u weg, kijk over de schouder. Kom rustig hier. Adem voor je lengte. Op de uitademing, kom rustig naar voren. Voel tot waar je kunt gaan. En mag je de rechter schouder op je rechterbeen laten aanbrengen. Blijf je rustig uithalen. Zoveel mogelijk spanning los uit de heupen gaan. Zit fijn voor de nek, breng het kind richting in de box. En blijf goed in en uithalen. Super, aan de kikker goed en uit. En kom langzaam op. Oké. Doe de samenklok met deze benen los. En doe hetzelfde aan de andere kant. Optie is hier. Kruis over. Zit je comfortabel, dan kun je de rechterbeen nog naar de linkerbeen brengen. Zet je comfortabel op de bijzonder knobbeltjes. Adem in. Voor de zwangere vrouwen, hou het alleen op de open stretch. Adem in. Adem uit. Kijk over de schouder. Kom langzaam midden, adem in, lengte maken. Adem uit in de overtrucks. Kijk hier over uw rechter schouder. Duw actief met de linkerarm tegen de knie. Kom langzaam midden, adem in. De optie is hier om eventueel de voet iets te verplaatsen om meer ruimte te creëren om naar voren te gaan. Als het fijn is, breng de knie richting de borst. Adem de keer goed diep in en uit. En kom langzaam op. Super, breng de voeten voor. Nog even de spanning uit de benen. Oké, dan romp, spieren gaan we even versterken, de buik terug. Kom in handen kniesteun. Is dat je knie schuin achter de heupen. Schouders boven de vingertoppen. Breng je rechter knie naar de rechter elleboog en strek je been uit. Adem in en adem uit. Breng je knie in. Blijf goed diep in het ademen. Super. Iets sneller, go. In en uit. In
en uit. Voeg de palmen de zijkant van je buikspieren sterk hier boven gaan en de romp. Maar deze doen we nog 8 keer. 7. Nog 4. En de benen op je knieën, gebruik een handdoekje of een kussen om onder de knieën te plaatsen. Zet de knieën neer. Breng hier de armen neer. We gaan de benen over om de buikspieren en de rugspieren te vullen. Plaats je tenen, lift de knieën op. Nu geef poepen in de lucht en geef een doorhanging lucht. Anders zet je de knieën even stil. Dus blijf zo lang mogelijk hier, dat je lichaam helemaal recht en stil kunt houden. Blijf je poepen uitademen, hou vol. En dan even tussen, plaats de knieën en kom in child's pose. Hier komen we naar het alles van in onze schouders en in bovenlichaam. En dan doen we alles opnieuw aan de andere kant. De linker knie naar de linker elleboog. Eerst langzaam en strek uit. Langzaam naar voren en strek uit. Blijf hier goed in het aantalen. Snel, go. In, uit. In, uit. Come on. En als je het zwaar krijgt, is het zeer belangrijk dat je goed blijft ademen. Kom op. Maar vol. De laatste 4 keer. Kom op. 4, 3, 2. Stop. Knieën neer. Omdraai me neer. We gaan terug in de hubben. Je kan op de knieën blijven, zoals dit. Of lift de knieën op. Yes. Oké, challenge hier. Je kan gewoon stil blijven hangen. Of kom in de slide voor. Schouders van de vingertoppen. En langzaam terug. Blijf je rustig uitademen. 7, hou op. Laatste keer. Stop, knieën neer en kom even in child's pose. Schouders rustig ontspannen neer. Keer goed diep in en uit, dan laat alle spanning los uit de schouders en je bovenlichaam. Naar de buikspieren. Ja, we gaan de schoen de achterkant lichaam afwerken. Breng je voeten voor. En hier, plaats je handen in de vingertoppen richting de billen. Voeten in. Duw krachtig op de hielen. Nu duw dat dikke omhoog. Breng de schouderbladen naar beneden. Blijf de schouder uithalen. Oké, kom langzaam terug naar beneden. We doen deze nog 2 keer. Degenen die het iets uitdagender willen maken, komen rustig op. En die strekken hier de hand uit. Ja, duw de bekken omhoog. Easy walking pose. Kom op, duw de kruk verbieden. Duw dat ze het gaat op en blijf gewoon uitademen. Kom langzaam naar beneden. Nu gaan we de handen wisselen. Zet de hand neer en lift dan de andere arm op. Kom, duw de bekken omhoog. Blijf je schouder aan het ademen. Oké, super.
Pak je rechtervoet en plaats je op je linkerbovenbeen. Pak je linkerbeen vast en trek zachtjes je knie naar toe. Is het comfortabel? Strek je linkerbeen uit. Blijf zachtjes je knie naar je toe brengen. Duw de rechterknie van je weg en trek je tenen naar je knie. Oké, die hier nog iets dieper in deze pose willen, breng je de handen zo hoog als je kunnen en pak je linkerbeen ergens vast. Breng je been naar je toe en duw de borstkas naar je linkerbeen. Blijf rustig aan het ademen. Deze keer je linkervoet, je rechterbovenbeen. Pak je rechterbeen vast en trek je knie zachtjes naar je toe. Schouders ontspannen weer. Is het comfortabel? Strek je rechterbeen uit. Linkervoet, trek de tenen naar je toe en duw de knie van je weg. Voor meer stretch, lift je bovenlichaam op. En pak je voet op je been en de schouders. Schouders op, breng je knieën naar je toe. Blijf je rustig aan het ademen. Een goede stretch in de billen, in de heupen. We gaan de rechtervoet rustig neerzetten op de vloer. Open de armen, kom rustig liggen. En met de linkerknie verder overschrijven. Breng de knieën eerst naar je linkerzijde. Boven gaan we ontspannen, adem rustig uit. Kom maar rustig af. Oké. Fysiek werk zit erop. Als je wilt, kan je even rustig op je matje gaan liggen. Voor de relaxatie ga je even dieper ingaan in je lichaam en de oefeningen laten inwerken. Dus als je wil, leg je comfortabel, rustig neer eventueel. Een dekentje erbij. Als je een voelige onder hebt, kun je eventueel de kussentjes onder de knieën plaatsen. Pak je lekker comfortabel in en dan gaan we ons lekker ontspannen.
Draai dan een klein bolletje op jezelf. De vleugelshouding is biedt de meeste steun in de onderrug. En deze raad ik ook aan voor de zwangere vrouwen om op de zijde gaan liggen. Je volledig focus naar je ademhaling, naar je fysieke lichaam. En laat je gedachten meevloeien op de melodie van de muziek. Ben je heel bewust ademen. Welke ademhaling wil de spanning los op de schouders, op de bekken, de knieën en de enkels. Als je eventueel nekwachten hebt, moet je eventueel een klein handdoekje pakken. Op. Plaats ik hier onder je hoofd, meer comfort te bieden aan de nek. Als je maar steeds je focus bij je ademhaling hebt, voel je dat je steeds dieper, steeds langzamer gaat ademen. Het lichaam is rustig, minder energie nodig. De ogen gesloten blijven liggen en als knieën langzaam indrukken en kom op je zij liggen. Je kunt een bolletje naar ons rustig klaarmaken om terug recht te komen. Dan langzaam op je eigen tempo. Kom in easy pose, kruis de voeten op elkaar. Hoe lengte maak je in de rug, navel, inborstkas op, schouders ontspannen. En een paar keer goed diep naar binnen gaan bij elke ademhaling. Van binnenuit gaan voelen, innerlijke kracht, innerlijke rust. Al die naar boven. En dan gaan we samen in prayer's pose. Dan keer diep in naar je derde oog. Aan die aan naar je hart. Namaste. Oké, met gelijk die yogis, stay tuned voor meer lessen op onze socials van iFitness. Blijf praktiseren
met yoga, met wandelen, ga naar buiten. Natuurlijk, waar het er weinig volk is. Ga het bos in, de natuur in. Gewoon, ja, we moeten het ondergaan. En wij blijven jullie steunen met filmpjes, met tips en tricks. Dus blijf ons volgen. En tot de volgende. En hopelijk tot snel in onze